Hoe ziet het eruit voor ondernemers om in deze tijd in Noordoost-Friesland te ondernemen? Daar doen wij ontzettend ons best voor. En daar trekken wij als gemeente Kommerland heel erg samen op met de andere 5 Noord-Friese gemeentes. Kijk, daar sta je ook sterk. Hè. We hebben ook een agenda Netwerk Noord-Oost, ANNO. Dat is sociaal-economische samenwerking in Noord-Friesland op sociaal-economisch gebied. Onze gemeentes te versterken. En hoe zit het met de kleine ondernemers? Nou, als je kijkt naar onze gemeente Kommerland, hebben we een paar hele mooie bedrijventerreinen. Daar zitten een aantal hele interessante ondernemers. En we zien ook dat er gewoon ook vraag is naar bedrijventerreinen in Kolm. En we proberen in de dorpen, zoals hier in Wastermolen, in Munnekezijl, een dorpje verderop, daar hebben we ook een bedrijven samengebouwd. En dan kiezen we ook heel erg voor kleinschalige bedrijvigheid. Dat vind ik ook belangrijk. Ja, dat jonge mensen ook in het dorp een bedrijfje kunnen beginnen. En daar wellicht een paar werknemers hebben. Ja, goed, werkgelegenheid is gewoon minder in deze regio. Dus vooral gespecialiseerde beroepen, als je technisch wordt opgeleid, specialistisch wordt opgeleid, ja, dan is hier weinig werk. Dus dan moet je eigenlijk toch het wat verder opzoeken. En dan zeggen mensen ook, ja, dan ga ik ook wonen waar ik werk. Geeft dwaande jonge ondernemers ook de kans om hun kans aan te pakken? Ja, we hebben bijvoorbeeld vanuit het dwanen, vanuit het wonen en werken, hebben we ook bijvoorbeeld heel interessante cursussen voor startende ondernemers. In het najaar hebben wij een reeks van startersavonden. Die begint voor mensen vanuit een bijstandsuitkering. Daar krijgen mensen informatie van hoe is het ongeveer om een ondernemer te zijn, wat moet ik me daarbij voorstellen. Daarna gaan we wat dieper op verschillende onderwerpen in. Dan hebben wij een avond speciaal over de Belastingdienst. Leuk kunnen we niet maken, wel makkelijker. We hebben een avond over marketing. We hebben een avond over boekhouden, verzekeren en bankzaken. We hebben nog een avond speciaal toegevoegd dit jaar. Daar was vorig jaar behoefte aan over social media. En hoe groot is de kans dat ondernemers slagen in deze tijd? Nou, dat is natuurlijk is dat een lastige. Ik heb ook eens nog heel kritisch gekeken naar de lijst van vorig jaar. Van wat voor bedrijven hebben er vorig jaar meegedaan en hoeveel bedrijven zijn nou uiteindelijk begonnen? Ja. Nou, kwam ik ongeveer op de helft. Wat ook belangrijk is, hè, dat je natuurlijk ziet van hier de krimp, dat je bijvoorbeeld boerderijen die vallen leeg door de schaalvergroting. Maar dat je een andere invulling geeft aan die boerderijen. Dat je bijvoorbeeld misschien zegt, nou dan doen we dan een ICT-bedrijfje. En wat is de kans om te overleven? Wat de kans is, ik denk als je enthousiast bent, je bent creatief, dan zijn er in Noord-Friesland voldoende mogelijkheden om een hele goed rendabel bedrijf hierop te richten. Ik ben begonnen als voortliefde van mijn hobby, dus alles met paarden. Ik hou heel veel van paardenspullen en nou ja, ik wil altijd al graag mijn eigen winkel. En zo ben ik dus de paardenwinkel begonnen eigenlijk. Vind je het niet eng om in deze tijd een eigen winkel te beginnen? Aan de ene kant, ja, iedereen financiële crisis, het is toch wel eng. Maar aan de andere kant vind ik het wel eigenlijk toch wel heel makkelijk. Want ja, de pandhuur is vrij laag omdat iedereen toch zijn spullen verhuurd wil hebben. En zo kun je voor heel weinig geld toch aan een hoop spul komen. Ik ben eigenlijk gewoon met de gok begonnen. Ik doe nu wel de opleiding detailhandel, zodat het beter aansluit. Zodat ik dadelijk toch een goede opleiding voor mijn eigen winkel heb. Trek aardig wat mensen weg uit het noorden. Denk je ook dat het in de toekomst consequenties heeft voor jouw winkel? Ik denk het eigenlijk niet, want de paardenmensen blijven altijd wel. Dus de spullen die zijn altijd wel verkoopbaar. En anders dan ga ik alsnog weer mee dat ik iets meer naar het midden van het land moet. Als de mensen weggaan, dan zou ik zelf ook moeten.